disco, 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 disco. Kom op, licht aan. Je moet het licht aan doen van de camera. Disco, 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 disco. Oh, ik ga dood. Tot ziens, ringetje. Wat is het hier, een stille straat. Het is daar rustig in de huizen. Wat hoor ik nou? Ik hoor gehuil. Laten we maar even gaan kijken waar dat geluid vandaan komt. Klein meisje, wat? Wie ben jij? Ik ben een voorbijganger. Ik loop door de straat en het is zo rustig en opeens hoor ik u huilen. Kunt gij mij vertellen wat er aan de hand is? Dat is een geheim. Waarom huil je? Dat is een geheim. Een geheim? Ja, maar je kan alles tegen mij zeggen hoor. Ik vertel toch nooit wat door aan andere mensen. Nou, ik heb een ring en die is zo belangrijk. Daar kan ik mijn toverkrachten niet mee doen. En hij is gestolen door de zwarte vee. De zwarte vee? En, oh jee. En hij is verstopt. Daar kan je nooit naartoe, want hij zit het noorden van dit dorp, het puntje van dit dorp. O jee, en het waait ook zo erg hard. O jee, meent ge dat? Ja. Dan krijg je nooit een ring. Hoe komt ge aan die ring? Dat is een hele belangrijke ring en die krijg je vanaf je geboorte. Oh. Ben jij dan een belangrijk iemand? Ja. Oh. Wat ben je? Wie ben je? Prinses. Prinses! Oh jeetje, Mina. Dan is het een ernstig probleem dat die ring in die handen is van die gemene teef. Maar je kan er echt niet naartoe. Oh nee, maar hoe kom ik daar dan? Ik weet het niet. O jee. Maar ik ken wel het verhaal. Oh. Hoe is het verhaal dan? Dat ben ik helemaal vergeten. Oh. Maar de ring ligt verstopt in achter de klok van het deurtje. Dan moet je erin passen. Moet ik erin passen? Ja. Is die klok dan zo klein of juist zo groot? Het is zo klein. Dus moet ik dan helemaal klein worden? Je hoeft niet klein te zijn, hoor. Oh. Ik hoef geen dwerg te worden. Nee. Mm. Maar je kan er echt niet naartoe. Hoezo niet? Het is belangrijk voor u. Die ring moet terugkomen. Oh, je kan het toch niet. Oh, jawel. Hoe dan? Dat zou ik wel kunnen. Gewoon met doorzettingsvermogen. Klusserouw. Je kan er echt niet naartoe. Hoezo? Ik kan er toch gewoon zo heen lopen? Het is best wel gevaarlijk, jongen. Oh, dat maakt mij niet uit. Ik heb straks word je onthoofd. Word ik onthoofd? Nou, dat zal niet gebeuren, hoor. Echt wel? Als er iemand er is...
dat lief is en dat liegt, dan word je gelijk onthoofd. O jee, doet die vrouw dat gelijk? Gelijk! Oh. O jee. Dus, hou nooit het geheim. Verklap nooit het geheim. Doe net alsof je zo gemeen bent dat je mij wilt doodmaken. Oh, dus ik moet zeggen eigenlijk dat ik gewoon een hekel aan jou heb. Ja. Oh, oké. Moet ik dan zeggen, ik heb een hekel aan prinses. Ja, dan moet ik jouw naam weten. Ik heet Julie. Oh, nou, toevallig ging ik een beetje in die richting denken. Heel typisch. Prinses Julie. Is er dan geen geheime gang om naar het noorden te komen? Dat... Er moet toch een manier zijn om die ring terug te krijgen? Ik weet een spreuk, maar die is verstopt. Een spreuk die verstopt is? Oh, nou, alles is er nou verstopt. Dat is leuk. Oh. Het zat in deze papiertjes verstopt. Maar waar is dat? Oh, ik ga zoeken tot ik het vind. Want daar kunnen ze je makkelijk niet vinden. Want weet je, want ook als je naar het noorden wilt, dan heb je een poort met al die slechteriken. Ja. En dan moet je ook dat spreuk hebben. Ik weet het echt niet. Wat? Come again. Ridder zonder vlees? Ridder zonder vrees of blaam? Ridder zonder vrees of blaam. Ridder zonder vrees of blaam. Dat is dus de spreuk. Ik ga mee. Oh, nou, geloof, dat is nog beter. Ja hoor, samen staan we sterk. Oké, ik ga even mijn jurk aantrekken. Oh jee, u bent gelijk in het donker verdwenen. Waar bent u toch heen gegaan? Oh jee, u trekt uw jurk aan. Laten we gaan. Niet. Zo. Even wachten, joh. Ja, natuurlijk. Sta je maar te staan. Je staat hier 1 minuut. Ja. Nu heeft u jurk aangedaan. Ja. Doe nou eens. Zo. Ja. Waarom moet ik mijn vader en moeder verlaten? Oh, waar zijn die dan? Die zijn weg. Zijn ze weg? Ja. Nou, kunnen we toch misschien terug zijn voordat zij terugkomen? Het duurt heel lang om de heks te vernietigen. Oh, en jee. Door de poort gaan waar de ring ingestopt is. Ja. O jee. Dus ze gaan ook morgen terugkomen. Moet u het toverlicht ook uitdoen? Nee, Loze, je weet echt niks. Oké. Is goed. Ik weet niet welke kant waar we naartoe.
Oké. Okay. Oh, toch wel? Oké. Okay. Hé, hey, hoort het ganglicht uit? Twee, drie, ik ga erheen. Zo, waar zijn we nu? Jij moet ook springen. Oh, oké, okay, is goed. Anders kunnen we allebei. Oké. Okay, okay. Tegelijk. Oh, oké. Okay. Is goed, dan moet ik niet klem zitten in een rek. 1, 2, 3. Ik ga er... Heen. Heen. Nou. Wat? Wat? Oh ja! Oh, wat een wind. Wat is het koud. Waar zijn we beland? Oh, niet op het strand. Nee. Oh, we waren binnen de kooi van de hele gevaarlijke monster. Oh jee. Maar nou zijn we weg. Oh nee. Dit is de kamer van de boze vee. Boze vee, o jee. Oh nee, we zitten afgesloten. Oh nee, toch niet. Oh. Oh, uw onderjurk. U staat in uw onderjurk. Oké, ik ga even achter dit gordijn staan. Ondergoed, u staat in uw ondergoed. Oh zo, hallo. Goed jeetje. Weet ik niet. Ik zit in een geheime gang. Oh nee, maar ik heb schoenen aan. Nee, dat moet je alleen maar met blote voeten aantrekken, want het is zo giftig.
hoofd. Kom op, je mag alleen maar met je voeten. Ik wil die voeten niet uitdoen. Ja! Dat gaat de bleek langs mijn kleding. Nee. Mijn kleding verziekt. Kijk, dan mag je toch dit doen. En ja, maar dat zak ik zo af. Nee. Nee, die kleren worden niet vies, alleen maar je schoenen. En dan word je heel. Zo ziek. Oh nee, toch? En je sok uit. Ja, mijn sok uit. Daar ben je echt zo ziek van. Wat is dit? Dit is een douche. Zijn we nou opgesloten in een douche? Maar hier zijn we het ergens veilig. Ja. Oh. Hoorde jij dat? Dat waren de voetstappen. Toen ze hier kwam. Shit. Bleek aan de muur. Ja, hier zit Bleek. Hoe gaat ze eruit? Yes. Kom op. Oké. Hij valt omver. Oh nee. Die lucht, ik kan er niet tegen. Oké, we gaan er nu uit. Dan moeten we heel voorzichtig. Nee. Moet ik heel de tijd mijn schoenen mee gaan dragen? Nee. We moeten met onze blote voeten. Want we waren al lang met bleekwater aan het stampen. Oh jee. Dus, kom. Hier gaan we dus slapen. Oké. Okay. Hier is het niet gevaarlijk. Oké. Okay. Ga naar binnen. Is goed. Oké. Okay. Ik doe het licht. Oh, gelukkig. Och jeetje. Nee. Oh, ik ga hier in die hoek. Oh.
naast mij hoort. Oh nee, het is weg. Ik dacht dat ik een deur hoorde dichtgaan. Dat is de... dat is... Ja, ik... help om dit op te bouwen. Oh, natuurlijk. Bobby. Wegbreken! Nee, scheiße! Nee! Ik kan hem nooit breken! De moed! Oh. Nee, de moed niet! Jawel! Kan oh! Nee! Ik zit gewoon in mijn broodje, man. Oh, hoe kan dat? Wie heeft u van uw kleding ontdaan? Het ging zo hard dat mijn kleding onder het ijs is. Oh nee. Daar zit ik met mijn broodje. Jij mag me niet zien. Oh nee, sorry. Ik doe mijn ogen dicht. Het is onbeleefd om... naar u te kijken, terwijl u geen kleding meer aan heeft. Is dat gelukt? Nee. Oh, jammer. Zo. Nee.
zitten wij nu in het noorden? Zitten we gewoon in het kasteel? Wij zitten nu in het noorden. O jee, oog dicht, help. Vrouwelijk naakt. Hallo. Hallo. Wat zit je naar me te kijken? Oh, sorry, dat gaat vanzelf. Waarom zit je naar me te kijken? Sorry, ik heb mijn ogen nu gesloten. Echt niet. Ja, kijk maar. Jij loser. Wat? Wat loser? Jij zit gewoon naar me te kijken. Nee, ik kijk niet. Ik kijk niet. Ik ben... Licht. Niet kijken. Nee, sorry. Jij stort. Jij. Wat zie je nou? Oh. Nee, ik heb mijn ogen dicht. Oeps, ik ging de verkeerde kant op. Oh. Foutje, dat script. Oké, en nou? Ja, en nu? Nee, je mag nog niet kijken. Oké. Okay. Je bent heel goed. Wat was dat? Huh? Hmm. Wat? Oh nee, daarnet. Wat daarnet? Gaf u mij een zoen. Omdat je zo lief was om me te helpen. Ja, natuurlijk. Door niet te kijken. Nee. Door die ring te zoeken. Maar natuurlijk. Oh. Zo, en nu? Nog niet, want ik heb net mijn key. Want ik heb net mijn key. Want ik zoek mijn cape. Ik zoek mijn cape. Uw cape? Kan ik nog niet kijken? Jawel. Oh, nu wel. Vroeg maar open. Uw cape, is die niet op de grond gevallen? Nee, dat niet. Daar onder die... Ik zie hier toch hier een stuk van uw cape. Oh nee, dat is een andere cape. Hé. Hey. Dat is een cape. Oh. Mijn god, is die niet... Is toch... Okay. Is hij niet daar? Oh shit. Nee toch. Waar is uw keer toch gebleven? Vind ik het heel merkwaardig. Maar kom op, cape na gaan we op zoek. Oké, is goed. Oh mijn god. Nee toch, valt hij nu weer? Oh, wat? Wat is er? Oh. Hallo? 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 Oh, hallo? Hallo? Nee, toch? Waarom verdwijnt ik er altijd om mij heen? Hoe kan dat nou? Jij stommerd! Ik ben de koningin! Van mijn god. Oh jee, en u bent ook ontkleed! Oh mijn god. Oh jee. Wat
probeer je mijn kasteel te maken. Ik kom u... ik heb een hekel aan prinses... Sheila? Oeh, jee. Chalet. Zij is ook stom. Juist, ik ben gekomen om met om u een bondgenootschap af te sluiten. Maar ik heb je niet eens uitgenodigd. Nee, dat weet ik. Daarom ben ik zelf gekomen. Oké, jij mag nu elke dag klusjes voor me doen. Maar natuurlijk. Klusjes, de bibliotheek, rein. Ja. Zo netjes. Heel mijn kasteel schoonmaken en de heksen nieuwe kleren geven. Oké, is goed. Dat komt in orde. En vergeet niet naar me te kijken. Oh ja. Oké, en wat moet ik nu doen? Nou moet je het begin. Ja. Nou moet je in het begin wat ik zei. De bibliotheek. Ja. En waar is die? Welke kant? Rechts, links. Rechts, links? Rechts. Hier. Rechts. Hier. Ja. Oh, oké. Je gaat ook niet achter de klok kijken, want daar is de ring van dat dingetje. Kijk, ik heb hem gestolen. Oh ja? Dat kan mij helemaal niks schelen. Voor de rest. Oh, ja. Ik ben hier gekomen dan voor de klusjes. Oh, goed dan. Is goed. Oké. Okay. Ik ga even slapen. Oké. Okay. Ik slaap ook hier, maar dit is de bibliotheek. Dus. Ja. Oké, is goed. Oké. Waarom zit je naar me te kijken? Oh nee, sorry, ik ben aan het ordenen. Pardon? Hoezo? Wil je de ringste van de steen om naar de prinses Chalet te brengen? Nee, ik wou hem eigenlijk zelf om mijn vinger doen. Nee! Kom op jij! Jij moet ook vechten, jongen. Op je einde. Ik wil die ring ook al eens. Jij liegt tegen me. Zeg de waarheid. Oké. Ik wil hem stelen. Oké. Ik wil hem terugbrengen. En ga mee. Nee. Zo gemeen, wat? Ik ook gemeen, hè. Jij mag me toch niet raken. Oh.
Skelet in het bed. Een skelet in het bed. Nee. En nou, om niet te roepen naar... Is de prinses. Zoals we bij. Lekker strak. Ah. Een paar dagen later. Ze ging slapen. Rustig aan.
Rustig aan. Ja, doe neus en buik aan. Rustig aan. En weer los. Aan. En weer los. Nee, rustig aan. Doe maar rustig aan. Rustig, rustig. Ja. Doe maar even rustig aan. Wat is er gebeurd, joh? Oh. Wat is er nou gebeurd? Hè? Waarom zat je nou vastgebonden? Ze heeft mij vastgebonden. Ga maar lekker zitten. Oh. Waarom heeft ze je vastgebonden? Zij ging hier in het bed slapen en toen ging ik daar... Het... Daar? Nee, maar, daar. Nee, maar in het begin, toen je dus zag... Toen zei ze wat ik hier kwam doen en toen zei ik, ik heb een hekel aan prinses Shelley. Ik zei Sheila, maar het is Shelley. Toen wou ik met haar een bondgenootschap afsluiten. En toen moest ze klusjes doen, de bibliotheek opruimen en toen ging ze hier slapen. En toen ging ik juist daarheen. Die klok schoot ik opzij. En toen zei ze... Zullen we gaan vechten? Jij wilt die ring. Ik kan er niet door. Oh nee. Oh nee. Er is een krachtveld ontstaan. Nee, dat is niet zo. Oh, dat is... Ik kan er niet in, alleen maar jij... Dat is de wind. Degene dat het de ring is, kan er niet door. Jij kan er wel door. Probeer het maar even. Oké. Maar jij mag hem niet pakken. Daar hebben we er nog niks aan. Als ik hem niet mag pakken en jij kan er niet bij. Dan moet er... Ik heb een idee. Dan moet het krachtveld ergens uitgeschakeld kunnen worden. Jij mag hem vastbinden. Zo. Wat, vastbinden? Waar ja, moet ik, wat moet ik vastbinden? De klok vastbinden, zo. Oh, moet ik een knoop eromheen doen? Ja. Zo. Is dit goed? Ja. Is het zo strak genoeg? Deadline. Oké. Nu. Niet doen. En nu ga je aantrekken. Ja. Dat hij door het krachtveld heen komt. Ja. Snel. Ja. Hij is er. Yes. Ik hoor wat. Is dat een herkenbaar geluid voor jou? Nee. Kom op, ga open. Oh nee. Nee toch? Hij is dicht. Zit daar ook een krachtveld op? Nee. Zit er een geheime code? Nee, laat me even. Zit er een code in? Nee, laat me even. Oké. Okay. Oh ja, binnen een hart zit de sleutel in. Oh nee, de sleutels. Ik weet het. Sleutel? Yes, ik heb wat gevonden. Geld. Oh, wacht. Maar kijk. Kijk eens wat hier zit. De sleutel binnen de sleutel. Wauw. Je bent echt een genie. Oh, wauw. Nu zou ik voor me blij. Hij is open. Oh, mijn ring! Wacht eens even, dit is niet
Nee, toch, dat meen je niet. Is het een reep? Oh nee. Heeft ze ons erin geluisterd? Oh, wow, wat is dit? Dit is een plastic ring. Is deze nep? Heeft zij gewoon de echte ingepikt en heeft zij gewoon deze die in... Zij heeft gewoon mij, ons de hele tijd zitten misleiden. Ze is nog gemener dan ik dacht. Maar ze heeft gewoon een kopie ervan gemaakt. Oh mijn god. Sacre bleu. Mon dieu. Wat is dit? Wat is dat? Dus we nemen gewoon mee. Kom. We moeten heel goed nagedacht. Want weet je? Moeten we onze sokken aan? Nee. Oké. Okay. Dat niet. Maar we moeten wel dik aangekleed zijn. Oh. Want we gaan in de Frozen Chosen mee. Oh. Frozen Chosen mee. Waarom ben je nou aan het dansen? Ze moet me niet herkennen. Oh nee. Ze moet mij... Ze mij ook niet herkennen. Nee. Oh. Ook niet. Want dan denkt ze dat ik je gered heb. Oh ja. Oh, knijper. Ja. Hier is de knijper. Dank je. Ja, graag gedaan. Oké, kun je deze om mij doen? Natuurlijk. En dan zo eromheen? Zo? Ja, zo. Phew. Dan moet jij. Ja, dat moet ik doen. Dan moet jij ook. Aantrekken wat warm is. Dan moet ik ook een cape. Ja, maar er zijn geen cape. Oh, jawel. Tada. Ja, maar het is heel koud daar binnen. Ja, maar het maakt niet uit. Deze is ook dik. Dus... Nee, je moet twee dekens op doen. Ja, oké, er ligt er nog eentje hoor. Zo. En dan moet je ook niet herkennen hoor. Nee, dat weet ik. Waarom? Dat je mijn dag daar. Oh shit! Te ver. Oeps. Kennen ze mij zo dan? Je haar. Mijn haar, oh shit, mijn haar. Wij mijn haren ook goed afdekken. Kom op. Ja, kom mee. Zo.
Oh, ook een knijper. Gaat dat wel passen? Ik heb het ook zo, hoor. Gaat dat zo? Oké. Nou. Eclipse, we hebben iets belangrijks. Waar is de ring? Wij moeten hem heel goed verdedigen. Oké, zijn jullie van weer van die dingen? Nee, wij zijn jouw soldaten. Oké. Spreek de woorden, Eclipse. Oké. Bedankt. Ja, en dan? Oké. Dan ga ik rechts afstaan. En dan waarschijnlijk weer rechts. Nou, wel trusten. Goedenacht. Goedenacht, rust toegewenst. De rest een beetje hetzelfde als tegen jou. Wat zijn ze toen? Dat hij verstopt lag? Ja. Waar? Hier ergens. De hoek om. Aan het einde van de... Hier zijn we in de kamer, wat ze zijn. Ja, juist deze kamer, ja. Nou, ja, wat? Ja. Vernietigd. Dus zij is nu dood. Oh ja, nou kunnen we weer met schoenen lopen. Oh, oké. En dan kan ik mijn sokken weer aandoen. Oké, dan ga ik nu mijn sokken weer aandoen. Sok nummer 1. Kijk eens, wat is dit? Wat is dit nou? Hallo? Oh. Ja, nee, het komt wel goed. Het zit wel snor. Wat? Wie is Eclipse? Ik zie er niet, ik... Nee. Zo. Ik trek mijn sokken aan. Moet u ook uw sokken hebben? Vind je mij de storm? Wat is het? Dom uitzien? Ja. Nee hoor, u ziet er elegant uit. Hier uw sokken. Ze had het over een kamer. Ja, dat op die kamer, ja. Maar ze had het iets, had ze nou, heel de tijd zal het volgens mij heel de tijd over rechts. En mijn cape flikkert eraf. Rechts. Ja, maar een Arabier. Dat is dus die kant.
Ja. Maar waar moeten we zoeken? Een goede vraag, dat kan natuurlijk hier zijn. Maar hier is... Maar ze heeft het toch gezegd? Op de zon. Dat zou ik bijna terug moeten denken. Maar... Een flashback. Wat? Oh jee. Oh jee, nu ben ik wel heel benieuwd. Zou het niet weer nep zijn? Ken je het? Voel je het? Is het goed? Is het her? Kom eindelijk ontdaan van die kepen. Schoenen uittrekken. Ja, we zijn er! We hebben nou Eclipse vermoord. Wow, dat is... Ze vermoordt zich alleen maar door omdat ze haar ring terug vindt. Maar die is van ja, mij. En nu ze gevonden hebben, dan... Is ze nu uitgeschakeld? Ja. Ze is nu gewoon uitgeschakeld. Het lijkt ook minder te waaien nu. Help. Oh. Kijk hoor. Nou. Ja, ik heb hem. Oh. Nee, handschoentje zo. En zo. Oh, ring. Ring, ring, ring. Hier, hier, hier. Phew! Phew! Einde!